Van harte welkom bij Profile op 7 Digits TV. In 2004 schreef ze haar eerste Calimero Marketing boek. En nu, 2014 en vele boeken later, kwam een nieuwe exemplaar uit. Calimero Marketing 3.0, dit is hem. En de auteur is hier bij mij, Karen Romme. Van harte welkom. In 2001 las ik, om met de deur in huis te vallen, toen, dat was een fijn jaar voor jou. Hè? Toen, en je ging failliet en je werd gedumpt door je vriend. Ja, dat was een topjaar. Ja man, ja. Wat een ellende. Vertel eens, hoe ging dat zo? Ja, hoe ging dat zo? Hoe ga je failliet? Dat wisselt nogal hoe mensen failliet gaan. Maar ja. In mijn geval was ik in 1998. Ik ben in 91 begonnen met evenementen organiseren. Heel risicovrij ondernemen. Ik verhuur gewoon mezelf, hè, zoals heel veel mensen nu doen. Ja. 1998 was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Maakte ik de overstap naar de media en begon ik een tijdschrift voor startende ondernemers. Alleen samen met mijn vormgever. Maar toen we begonnen, wisten we nog niet dat 50% van alle nieuwe tijdschriften het eerste jaar niet haalde en 80% de eerste 3 jaar niet. Hm. Als ik dat had geweten, weet ik niet of ik daar echt mee was begonnen. Maar was er echt heel veel geld in zo ingegaan ook? Ja, want ik heb vrij makkelijk de bank meegekregen, ja, met een leuke financiering. Want die had tegen mijn accountant gezegd, als je goede vrouwelijke ondernemer hebt, die financieren we graag. Dat was jij. Dus die hadden niet zo heel kritisch gekeken. Dus nee, we kregen snel een bak geld van de bank. Ja. 9 maanden later had ik er ook een investeringsmaatschappij in zitten. 15 heren, eigenlijk 16, de vormgever, 15 investeerders en ik hadden samen een bedrijf. Maar ik had één probleem. Ik was uitgever van een tijdschrift. En uitgeven, dat ging maar door. Goed. Ja, want als je een tijdschrift begint, of je nou je advertenties hebt of niet. Hè, de lijn van een tijdschrift is dat je kostenniveau loopt zo, ja, en blijft vrij gelijk. En ja, je inkomsten beginnen hier. En als je naam opbouwt, gaan je inkomsten eroverheen. En dit gat is voor bijna iedereen te groot om daar overheen te komen. En daarom falen zoveel tijdschriften. Maar goed. En toen dacht je vriendje, die denkt, zo'n failliet ondernemer, toedelidoki, ik... Nee. De volgorde was andersom. Oh, eerst je vriendje eruit? Ja, ik woonde 11 jaar samen en we waren jong samen gaan wonen en we waren uit elkaar gegroeid. Hele verschillende types en we hadden één ding gemeen en daar was de relatie ook waarschijnlijk op gebaseerd. We hadden allebei heel jong onze moeder verloren. Hmm. Onze moeder en... Hoezo staat de relatie op een dag? Had je elkaar niet gevonden? Dat schept een enorme band. Als je allebei geen echt thuis meer hebt, dan... mijn vader was hertrouwd en zijn vader, die is helemaal aan het begin van onze relatie uiteindelijk overleden. Huh. Maar die had ook een andere relatie. En ja, dat was gewoon... Ja, voor ons moederdag was ook iets dat ik gewoon niet meer kende. Nee. Maar goed, hij besloot na 11 jaar dat hij wilde... Hij wilde al heel lang emigreren naar Azië. Want daar had hij ooit in de marinetijd had hij het heel erg leuk gehad. En hij wilde naar Azië. En toen ging ik gewoon. Was niet uitgenodigd om mee te gaan. De lul. Dat was je boos? Ik meer teleurgesteld en verdrietig. Ja, ja. Maar, dat zei ik ook altijd aan mijn kinderen. Ja, zo kun je het ook brengen. Ja. Nee. Maar dat was in één... Het is natuurlijk... een paar maanden daarna. Maar goed, ik ging natuurlijk al naar faillissement. Want ik heb 2,5 jaar bij de bijzonder beheer van de bank gezeten. Dat zijn 2,5 tropenjaren geweest. Ja. Dus dat heeft ook meegeteld in die relatiebreuk. Dat gewoon steeds moeilijker werd. Ja. En om dan dat beginverhaaltje, en we gaan het ook over je boek hebben. Hè? Leuk. Maar om even het verhaal af te maken. Toen werd je uitgenodigd, toen kon je mee naar Ameland. Nee. Dat is een heel ander verhaal. Ja, maar dat is wel een leuk verhaal. Ja, maar dat is een bruggetje in het boek. Maar dat gaan we niet verraaien. Dat is voor de lezer. Oh ja, echt waar? Ga je dat niet verraaien? Nee, dat is zonde. Meen je dat nou? Ja, we gingen het over het boek hebben. Het gaat over marketing. Maar er zit een model in. En dat heeft te maken met een vuurtoren. Dat kun je toch wel vertellen dan? Ja, daar zit een model in. En het model van de vuurtoren... Ja, jij wil mijn privéleven uitspitten, kom op zeg. Ja. Dat is helemaal niet interessant. Want, nou ja, dan moet je het er niet in schrijven. Dat stuk van mijn privéleven. De vuurtoren. Want, je zegt dat Calimero Marketing is een model. En je hebt de metafoor Nee. Calimero Marketing is een marketingfilosofie. Ja? Ik was 12 jaar ondernemer toen ben ik het eerste boek gaan schrijven. Ja. En ik had gewoon bij mezelf ervaren dat heel veel dingen die werden gezegd op marketinggebied, dat die voor mij gewoon niet werkten. Maar ik had ook een aantal collega-ondernemers gezien die een aantal hele andere dingen deden die heel succesvol waren. Ja. En ik had een paar boeken geschreven en ik wilde naar een uitgever. En ik had een gesprek met de uitgever in Schiedam, met Scriptum.
En ik had 6 boekideeën en mijn 6e idee was een marketingboek voor kleine ondernemers. Want er waren nog helemaal geen marketingboeken voor kleine ondernemers. Maar als je kijkt naar hoe het bedrijfsleven in elkaar zat, dat waren een paar grote bedrijven en heel veel kleine bedrijven. En ik had zoiets van, ik wil voor die groep een marketingboek schrijven. Titel heb ik al, Calimero Marketing. Want ik had ooit met mijn uitgeverij een artikel geschreven. We hadden een serie over ondernemersgevoelens. En we hadden het, dan verkoop je toch gewoon de bootgevoel. Nou, je bent oud genoeg om die ook nog te snappen waarschijnlijk, de NCM-reclame. Ja. Het Remy-gevoel, alleen op de wereld, dat heb je als ondernemer ook wel eens. En we hadden het ook een keer over het Calimero-gevoel gehad. En daar hadden we zoveel reacties op gehad. Dat voor de jonge kijkers, ik ben klein en jij bent groot, zeg maar. Het kleine kuikentje. Ja, een klein zwart kuikentje wat allerlei avonturen heeft. Wat je op je shirt hebt staan, dat is hem, ja. De originele. En die moeten ze, voor de jonge kijkers, die moeten maar even googlen als ze Calimero niet kennen. Dan. Nee, maar Calimero is zo populair. Het is in 90 landen ter wereld uitgezonden. Ja. En tot een paar jaar geleden zijn er herhalingen op Nickelodeon, Kidsnet, ja. Weet ik veel. Wat was enorm camp bij studenten in studententijd afgelopen jaren om Calimero en de berenboot te kijken. Hey, en want je zei net even heel snel van er zijn heel veel kleine bedrijven. Dat is eufemistisch uitgedrukt bijna. Hè? Want ik las in jouw voorwoord ook te zijn. Nu, wat zei je nou, 99% van de bedrijven hebben minder dan 50 mensen in dienst. Ja. En 90% minder dan 10. Ja. Dat is alle aandacht, enorm. Als ik een gemiddeld FD doorblader, dan gaat 99% van de aandacht gaat naar dan die paar bedrijfjes die heel groot zijn. Ja, er zijn een paar duizend hele grote bedrijven in Nederland waarin de media heel veel aandacht voor is. En voor alles daaronder heel weinig. Maar ik ben columnist geweest bij het FD een paar jaar. En een van de leukste dingen daarvan, van dat columnistenschap, vond ik dat ik door ander werk heb ik allerlei mannen in raden van bestuur leren kennen. En ik kwam erachter dat zij de ondernemerspagina van het FD, ze hadden zoiets van het financiële en het grote bedrijvennieuws, dat kunnen we overal online, overal lezen. Maar dat ze altijd met heel veel plezier naar het tweede katern, naar de entrepreneurpagina, met de columns van de ondernemers bladerden. Mm. Omdat ze dat juist ook het leukste vonden om te lezen. De kern van Calimero Marketing filosofie of benadering, wat is die? De kern is dat mensen doen zaken met mensen. En heel veel ondernemers, als ze met marketing aan de slag gaan, dan verzinnen ze een bedrijfsnaam. En dan gaan ze heel vrolijk dat bedrijf overal pluggen. Maar voor 80% van de bedrijven geldt dat mensen zaken willen doen met de mensen in het bedrijf. Met jou en met mij. En niet met 7 Ditches en Young in Business. Maar ze hebben over ons gehoord, ze willen met ons zaken doen. Ja. En mijn marketingfilosofie is heel simpel. Als je weet dat mensen zaken doen met mensen, zet dan de mens, het krachtigste stuk van jouw bedrijf, zet dat in als marketinginstrument voor je bedrijf. En dat is eigenlijk de basis van Calimero. Waarop 8 van de 10 ondernemers die nu zitten te kijken denken, dat hoeft voor mij niet zo, want het gaat niet om mij. En, of herken je, is dat niet zo? Ik ben narcistisch genoeg, maar er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die zeggen, ja, nee, maar het gaat niet om mij, het gaat om het bedrijf. Terwijl jij zegt, nee, het gaat eigenlijk niet om het bedrijf, het gaat om jou. Ik denk als je als ondernemer denkt van het gaat helemaal niet om mij, dat je gewoon de komende week aan iedere klant die je spreekt eens moet vragen van waarom doe je eigenlijk zaken met mijn bedrijf? Ja, omdat ik zo'n goed product heb of zo'n goede dienst? De merendeel van de ondernemers in Nederland levert tegenwoordig geen producten, maar diensten. Ja. En diensten leveren is mensenwerk. Ja. Het merendeel van de klanten doet zaken met je omdat je snel en flexibel bent, ja. Omdat je het op een hele goede manier doet. Een heel waslijst, ja, ik heb het ooit 17 voordelen van kleine ondernemers heb ik bij elkaar gezet. Maar zo'n hele waslijst, en die zijn allemaal aan het verbonden aan het feit dat er achter een klein bedrijf een mens zit. Ja. Want jij neemt de beslissing om op een bepaalde manier je dienst aan te bieden. Jij neemt de beslissing om op een bepaalde manier je service te verrichten. Jij kiest voor een bepaalde prijsstelling. En al die keuzes, al die dingen die jij in je bedrijf en in je dienstenaanbod of je productaanbod stopt, dat bepaalt dat mensen zaken met jou willen doen. Dus jij bent ongelooflijk belangrijk. Is dat de kern van de metafoor van de vuurtoren? Als ik hem even helemaal plat sla. Dat je dus zelf die vuurtoren moet zijn die zichtbaar is en licht uitzendt van hier ben ik? Ja, maar wat minder plat. ik maak het net iets beeldender. Ja, ik durf nou niks meer te vragen. Want ja, ik vind het. Ik bedoel, er zit een prachtig verhaal aan vast. Maar dan moet je het boek maar lezen. Nou ja, nee. Ja. Kijk, in het kort.
drie uitgangspunten van Calimero Marketing 3.0. Ja. Jij vroeg, mag ik alles vragen wat in het boek staat, weet je alles van buiten? Nee, ik weet niet meer alles van buiten. Dat is ook de reden waarom ik alleen maar boeken kan schrijven, als ik me helemaal focus op een boek. Omdat je, als je het schrijft, moet je aan het eind nog weten wat je aan het begin geschreven hebt. Ja. En als je tussendoor allemaal andere dingen doet, dan weet je dat helemaal niet. Ja. Maar het heeft drie uitgangspunten. Jij mag ze opzoeken, want ik weet de belangrijkste twee. Ik weet ze wel alle drie. De eerste is dat kleine bedrijven over het algemeen veel minder klanten nodig hebben dan grote bedrijven. Ja. Dat is een enorm voordeel, want als je de massa hebt en je wilt meer van de massa als ondernemer, dan moet je met hagel schieten op de massa. Ja. En met hagel schieten op de massa, vertaald in marketing- en mediatermen, is massamedia, massamarketing. Ja. Heel duur, heel veel. En dat hoeft niet als kleine ondernemer. En als kleine ondernemer hoeft dat niet, want je hebt relatief weinig klanten nodig. Relatief weinig klanten nodig. We hebben over het algemeen meer tijd en energie dan dat we een marketingbudget hebben. Dat is het tweede uitgangspunt. En het derde uitgangspunt is dat een mens het meest krachtige marketinginstrument is wat je maar kunt hebben. Nou, die drie uitgangspunten samen en eigenlijk dat grootste voordeel dat we relatief weinig klanten nodig hebben. Daar vertelde iemand mij ooit tijdens een strandwandeling. Als je doelgroep, want dan heb je het over doelgroepen, als jouw doelgroep maar zo klein is, kun je twee dingen doen. Of, en dat is de methode die heel veel ondernemers hebben, die zetten in op acquisitie. Of je gaat zelf op zoek naar spelden in de hooiberg. Moet je eerst je hooiberg of hooibergen lokaliseren en dan kun je op zoek naar spelden. En dan ga je vervolgens proberen om die spelden voor je te winnen, te overreden dat ze jouw klant willen worden. Is moeilijk, kan enorm frustrerend zijn, want onderweg kun je heel vaak nee te horen krijgen voordat je een paar keer ja te horen krijgt. Mm. Actieve acquisitie met een heel CRM-systeem, noem het maar op. Mm. Hij zei, de andere manier die je kunt proberen, als je doelgroep zo klein is, is om zelf te proberen om een vuurtoren te worden en jouw lichtje te laten schijnen over dat hele gebied waar jij je klanten vandaan wilt halen. Waardoor die mensen... En dan hoef je alleen die mensen nog maar de weg naar jou te leiden. En dan kun jij vervolgens bedenken of jij die mensen die je als vuurtoren hebt aangetrokken, of jij die leuk genoeg vindt en goed genoeg vindt om voor te werken. Belangrijk om te beginnen, denk ik, de hooiberg al kleiner te maken. Hè? Want je noemde het voorbeeld in je boek van die dame die aan massage deed en die tegen jou zei, ja, iedereen is mijn doelgroep. Ja, iedereen in Nederland is mijn doelgroep. Waarop jij meteen zei, ja, maar ik hou niet van massage, dus ik val al af. Ja, en toen waarop trok je dat inderdaad een paar keer door. En jij maakte dus, in een paar stappen, maakte je haar doelgroep in één keer een heel stuk kleiner. Nee, ik maakte haar doelgroep niet kleiner. Ik denk dat wat je ook doet, wat je ook te bieden hebt, de opmerking dat iedereen jouw doelgroep is, dat kan niet. Nee. Want alles begint met de wil. Dus mensen die... Ik zei inderdaad, dat zeg je tegen een vrouw van 45 die nog nooit in haar leven een ontspanningsmassage heeft gedaan en ook niet van plan is dat ooit te doen. En die, als ze dat ooit zou doen, dat wel bij iemand in Brabant zou doen in plaats van bij iemand in de regio Den Haag, waar zij zat. Ja, precies. Dus ik ging terug van, nou ja, wie is haar doelgroep? Dat zijn mensen in de regio Den Haag die... Ontspanningsmassage. Ik heb overigens niks tegen ontspanningsmassages. Nee, dat was heel goed wat je zei. Iedereen heeft zijn eigen voordeel. Die daar geld voor over hebben in plaats van dat ze er een familielid voor inhuren. Ja. Die dat als hobby gratis doet. Hè. Want daar zat zij ook nog dat ze een soort van hobbyberoep heeft. Want heel veel mensen vinden het leuk om te masseren. Ja. En zo denk ik dat je... Je doelgroep moet targeten dus. Je doelgroep heel helder moet krijgen. Een van de manieren die ik in het boek beschrijf is als je nou... heel veel mensen hè, die netwerken en halen netwerken en acquisitie door elkaar. Voor mij zijn netwerken de mensen met wie je contact hebt, met wie je praat, met wie je twittert, met wie je weet ik veel wat doet. Maar dat hoeven niet per definitie je klanten te zijn. En die hoeven ook geen klant te worden. Als je nou niet precies weet van wat is nou echt mijn doelgroep, kun je gewoon een keer je LinkedIn-netwerk doorgaan en bij al die mensen, of je mailinglijst, hoe heet die lijst? Gewoon. Ja, adressenlijst in Outlook. Ja. Doorgaan en je contactenlijst en je afvragen waarom is hij mijn klant niet en waarom wordt hij het ook niet. Nee. En als je dat dan van 10, 20, 30 verschillende mensen van oké, waarom is hij mijn klant niet, waarom wordt hij mijn klant niet en wat zou er moeten veranderen, wat zou er anders moeten zijn dat hij misschien zijn klant, mijn klant wel zou worden. Als je dat soort dingen doet, dan zou je zomaar op een verrassende manier erachter kunnen komen wat nou eigenlijk bepaalt wie in jouw doelgroep zitten. En dan kom je erachter dat die kleiner is dan je dacht. Ja. Maar als die kleiner en specifieker is dan jij dacht, wordt die ook veel makkelijker te benaderen. Ja. De rol van massamedia is niet zo relevant eigenlijk, hè, voor kleinere, want je hebt ook vaak geen budget om te gaan blazen op radio of televisie.
om met advertenties te blazen op radio of televisie. Bijvoorbeeld. Dat budget heb je niet. Nee. Dus dan komt al vrij snel social media natuurlijk in beeld. Nou, veel vragen daarover. Hè. Ik sta zelf natuurlijk ook heel veel op ondernemerscongressen. En dat is nog steeds waanzinnig veel. Want dan zit die doelgroep zit vaak in de zaal. Hè. Die 90% die een klein bedrijf heeft. Ja. Wat adviseer jij ze als het gaat om social media? Nou is dat natuurlijk een buzzword van heb ik jou daar. Maar kun je daar wat over zeggen? Ja, en een beetje hyperig en een beetje container. Maar tegelijkertijd wel verdomde interessant kan het zijn. Het biedt enorm veel kansen. Ja. Voor mij zitten er twee dingen aan. Punt 1, als je het hebt over de sociale media gebruiken, dan zeg ik van ja, LinkedIn is gewoon de grote zakelijke kaartenbak van Nederland. Ja. Zorg dat je daar goed in staat. Zorg ook dat jouw netwerk, dat je dat daar in kaart brengt. Want het mooie van LinkedIn is dat als iemand in jouw netwerk iets anders gaat doen, dan verandert hij zelf het kaartje in jouw kaartenbak. Het is de meest actuele CRM-base die je kan hebben. Die is het inderdaad. En je kunt hem ook gewoon exporteren naar je eigen Excel. Ja. Moet je even weten hoe je dat doet. Staat in het boek. Staat in het boek. Ja. Van die hele simpele dingen. Ze staan in het boek. Want je gaat... Maar daar kun je dus ook een stukje zoekmachine-marketing in doen bij je LinkedIn-profiel. Ja. Want je mag 3 websites daarin zetten. Ja. En dan denken heel veel ondernemers van ja, dan zet ik de naam van mijn bedrijf en daar zet ik een linkje naar mijn website. Maar dan mag je ook gewoon 2 zoekmachine-termen inzetten. Dus LinkedIn, kaartenbak, hartstikke goed. Voor mij is Twitter, ik zie het niet zozeer als een sociaal medium, maar ik zie het gewoon als het meest effectieve, snelste, nieuwste communicatiemiddel wat er is om met andere mensen ook groepsgewijs te kunnen communiceren. En ik zeg dus als communicatiemiddel absoluut Twitter gebruiken. En of Facebook voor jou interessant is, dat is heel sterk afhankelijk van wat je doet. Want ik ken ondernemers. Nou, ik ken een ondernemer die heeft een Facebookpagina en die doet iets. Ja, die heeft een soort coachingsachtig iets. En dan plaatsen ze daar 2 keer, 3 keer in de week plaatsen daar berichten op. Vaak ook nog met foto's die ze daarvoor maakt. En dan ze heeft volgens mij 87 likes. En iedere keer is er 1 of 2 mensen die dat leuk vinden. En dan heb ik zoiets van, nou, die tijd die je stopt in het onderhouden van die Facebookpagina, die kun je dan beter stoppen in gewoon 1 keer in de maand even koffie drinken met die 2 mensen. Ja. Want dat kost minder tijd. Ja, en is misschien ook wel leuker. Ja, maar ik ben betrokken bij de doorstart van Polaren Tilburg, wat weer Gianotte en Mutsaars is geworden dan. Boeken hebben we het dan al. Boeken, de boekwinkel van, echt, maar het is ook echt de boekwinkel van de stad. De enige echt hele grote. Ja. Maar zij hebben een winkel met heel veel evenementen rondom boeken. En dan is een Facebookpagina, daar kun je een gratis agenda op aanmaken. Daar kun je gratis evenementen inzetten. En heel veel mensen, dat dus ook boeken kopen, is voor heel veel mensen een hobbyding. Want zij hebben het vooral van de literatuur in hun winkel. Mm. Dat is gewoon het grootste segment. Dat wisselt een beetje per stad wat in de boekenwereld het meest is. Maar literatuur lees je in je vrije tijd. Mensen zitten in hun vrije tijd op Facebook. Dus bij zo'n winkel werkt Facebook weer geweldig. Ja. Dus Facebook is heel erg afhankelijk van wat je business is. Jij gaat in je boek soms echt heel tot op detail. Hè? En dan het gaat bijna, je legt bijna, je gaat op een gegeven moment, heb je het over een fotootje, heb je het over bijna de resolutie en hoe je die moet aanmaken. En dan heb ik, waarom doe je dat? Nou ja, goed, het is natuurlijk het derde boek waarbij het is doorgegaan. Het is aan de ene kant beschrijf ik mijn filosofie, maar heel eerlijk, het is mijn manier van tegen marketing aankijken die voor heel veel mensen wordt. Maar als je boeken schrijft voor ondernemers, ik bedoel, dat weet jij inmiddels ook, dan... Ik heb er eentje geschreven. Even. Ja, maar dat heeft ook zo goed gescoord, omdat het zo enorm praktisch is. Ja. Boeken of ondernemers willen geen boeken met, en nou zeg ik iets heel fout, met theorieën en modellen. Maar die willen een boek met waarin praktisch in staat van oké, en hoe kan ik het dan doen? En wat kan ik doen? Hoe kan ik het doen? En er staat nu een model in. Er is een grafisch Calimero-marketingmodel gekomen. Omdat we nu in een beeldcultuur leven. Ja. En ik gewoon bij mensen op hun netvlies wil kijken. Want ik heb zo vaak naar presentaties gehoord dat mensen zoiets hadden van, weet je wat? Ik ga die vuurtoren worden. En ik beschrijf inderdaad tot in detail. Ik heb er 15.000 woorden uitgeschrapt nog. Hè? Maar ik snap het ook wel, want ik kom nog steeds op ondernemersprofielen, bijvoorbeeld op Twitter. En ja, nou goed, iedereen herkent dat, hè? Je komt op Twitter, je ziet zo'n klein fotootje. Ja, dus het eerste, wat je doet, hè, om iemand in eerste instantie wat te leren kennen, is klikken op die foto. En ook zoveel ondernemers
waar je dan... Het fotootje blijft zo klein, ja. Weet je wel? Terwijl daar gewoon een mooie grote foto achter kan hangen. Dus dan denk ik inderdaad, aan de ene kant denk ik dan, oh, dan ben je toch tot op detail bijna aan het beschrijven, tot op pixelniveau letterlijk, van zo moet je een fotootje maken. Maar tegelijk denk ik, ja, blijkbaar is dat dus heel erg nodig. Want laat ik het nog chargerender zeggen, soms lees ik het en denk, oh, Karen, open deur. Maar blijkbaar ja, dus maar niet, hè? Even heel eerlijk, Ronnie. Ja? Volgens mij was jij in een vorig leven een internetondernemer en ben je dat nu soort van nog wel. Dit boek is niet voor jou geschreven. Nee. Dit boek is voor die andere 95% van de Nederlandse ondernemers geschreven. Ja. Die online minder ver zijn dan jij. Ja. Want het meeste geld in Nederland wordt nog steeds offline verdiend. Ja. En de verhouding tussen mensen die online hun geld verdienen en offline, die is echt online zit nog maar hier en offline zit daar. Ja. Ik schrijf voor alle soorten ondernemers, staat ook voorin. Ja. Weet jij toevallig al heel veel van online marketing en de sociale media? Sla dan gewoon die dingen over. En dan hoop ik dat je respecteert dat ik voor alle ondernemers schrijf. Ja, absoluut. Nee, ik bedoel, absoluut. En het klinkt dan heel simpel van 400 bij 400 pixels. Ja. Dat is een goede pixelgrootte voor Twitter en Facebook en noem ze maar. Nee, maar het is nodig. Maar voor heel veel ondernemers is dat gewoon... Nee, maar zo bedoel ik... Dat moet 400 bij 400 zijn. Nee, maar zo bedoel ik het precies. Ik weet dat ik jaren geleden voor een van de eerste keer voor ondernemers ging presenteren. En toen dacht ik ook van, nou, jullie weten dit allemaal wel. Maar nu weet ik inderdaad ook, als jij de hele dag in de keuken staat, of je staat de hele dag in de winkel, of je hebt een, weet ik veel, dat klopt. Die dus mensen hebben van... Een paar dingen te uitpikken, want we kunnen niet het hele boek doen. Nee. Dat gaat niet. En dat wil jij ook niet. Trots op status klein. Want dat vuurtorenmarketing, dat zijn een soort 10 regels of zo, beschrijf je. Calimero marketing is altijd 10 spelregels. 10 spelregels, niet te veel, mooi rond getal. Status klein, goed marketinggereedschap, hebben we het ook al een beetje over gehad. Dat bouw continu aan zakelijk netwerk. Heel veel ondernemers die ik spreek zeggen, ik hou niet zo van netwerken. Wat zeg jij dan? Dat komt omdat heel veel ondernemers bij netwerken denken aan die agressieve tijgers die ze dan tegenkomen bij bijeenkomsten, die bezig zijn met koude acquisitie. En voor mij is netwerken en acquisitie plegen, werf nieuwe klanten op persoonlijke wijze, dat is pas spelregel 9, terwijl netwerken spelregel 4 is. Netwerken gaat gewoon om... En mensen doen het privé namelijk wel. Want op de voetbalclub hebben ze wel contact, onderhouden ze wel contact met mensen. En ze vertellen daar wel welke film ze laatst in de bioscoop gezien hebben, welke leuk is voor een ander om te zien. Of op welke internetsite ze iets leuks besteld hebben. Of waar je online scheerschuim kunt bestellen voor weinig. Ja. Dat doen ze. Dat is netwerken. Netwerken is de contacten die je hebt in kaart brengen, onderhouden. Maar doe je dat op congressen en evenementen of op andere plekken? Ik denk dat ook... Je doet het ook langs het sportveld, je doet het in de kroeg, je doet het op allerlei soorten evenementen waar een informeel deel is. Want bij een bruiloft in de kerk, dan moet je gewoon stil zijn, dus daar doe je het niet. Maar overal waar mensen elkaar spreken, hebben mensen het over... Wat is de eerste vraag als je iemand zakelijk of privé tegenkomt? Ja. Goh, wat doe je? Ja. En daar moet je het antwoord op. En dat is al netwerken. Ja. Wat mij wel triggerde, een ander punt, dat was, toen dacht ik, daar zal de pers blij mee zijn, want jij gebruikt het woord, gebruik de pers voor je bedrijf. Ja. Nou ben ik gelukkig geen journalist, maar een echt rechtgeaarde journalist die zal zeggen, dat gaat dus niet gebeuren. Het bedrijfsleven dat de pers gebruikt, hoe bedoel je dat? Nou, precies zoals ik het zeg. Want de pers is onafhankelijk. Ja, maar er is een heel groot verschil tussen het woord gebruik en het woord misbruik. Maar hoe gebruik je de pers? Hoe doe jij dat? Je gebruikt de pers door ze op de hoogte te houden van waar je mee bezig bent. Nou, in de eerste plaats door te zorgen dat je perscontacten opbouwt. Ja. Maar daar zit natuurlijk een ding in dat ik, wat ik ooit in het begin van het boek, bij het eerste boek voor mezelf had, ik wilde eigenlijk twee dingen doen. Ik wilde een heel praktisch marketingboek schrijven voor de allergrootste groep ondernemers. Ja. En ik wilde een soort empower-emancipatieboek schrijven voor kleine ondernemers. Want wat ik zag, was dat heel veel kleine ondernemers altijd opkijken naar grote bedrijven. Ja. En zich spiegelen aan alles wat groter en verder en wat zij denken beter is dan zij. En de spelregel gebruik de pers voor je bedrijf. Daar zit de gedachte van heel veel ondernemers. Dat jij zegt het net over het FD. Dat die veel liever aandacht besteden aan grote bedrijven en mensen daarin. Dan dat ze dat aan kleine ondernemers doen. En dat is volgens mij helemaal niet waar. Maar bij grote bedrijven werken mensen die contacten met de pers onderhouden. En alle grote bedrijven gebruiken de pers. Als ze de kans krijgen. En wat en ik dat zeg, doen wij als kleine ondernemer ook. Doe dat als kleine ook ondernemer verhaal. Ook. Want journalisten, een heel groot deel van wat je in de media en de pers ziet, valt onder de rubriek human interest. Gaat over mensen.
En ondernemers zijn bijna altijd mensen die ergens een idee hadden, ergens een ambitie, ja, ergens een droom, ergens een maatschappelijk doel, waardoor ze gekozen hebben voor dat ondernemerschap. En de pers is natuurlijk altijd wel op zoek, even los van natuurlijk de onderzoeksjournalistiek die met de politiek, ja, maar er is natuurlijk heel veel pers die ook op zoek is naar interessante verhalen. Ze zijn allemaal op zoek naar interessante verhalen. Alle journalisten zitten tegenwoordig de hele dag op internet te surfen en op Twitter te kijken. Dat is al een reden om op Twitter te zitten als ondernemer, hè, natuurlijk, want Toetsjournaaien zit erop. Ja, de hele mediawereld zit op Twitter, omdat het ook het snelste nieuwsmedium is. Ja. Ja, maar ze zitten allemaal op internet, op Twitter, overal continu te zoeken naar nieuwe interessante onderwerpen. Ja, ja. En ik ben ervan overtuigd dat er over heel veel ondernemers minimaal 2, 3, 4 hele interessante verhalen te vertellen zijn voor heel veel mensen. Ja. Even kijken, ik wil nog een paar puntjes. Tijd vliegt. Je gebruikt de pers voor je bedrijf hebben gehad. Werf niet. Ja, die laatste, die vond ik wel. Ja, laten we daarmee eindigen. Dat is wel een mooie. Plan, balanceer, evalueer en floreer. Ja. Dat is een mooie. Hoe doe jij dat? daar kun je het meest van leren. Maar laat maar concreet maar. Hoe plan jij? Plannen, wat was dat ook alweer? Plan jij ver vooruit? Nee, maar ik heb bijvoorbeeld heel duidelijk weer gezegd van ik ben weer toe aan een nieuw Calimero marketingboek. Ja. Want er is zoveel veranderd in de maatschappij. Ja. En ik weet dat er zoveel mensen zijn die dat de vorige editie van dat rode boek op hun bureau, bij hun bureau, in de kast, regelmatig erbij pakken om dingen te doen. En denk van ja, ik wil die mensen het actuele verhaal vertellen. Maar ik heb gewoon mijn agenda gewoon een aantal maanden leeg gepland. Omdat jij moet ik hem vond echt in één brok schrijven. Ja, nee, zo'n boek kan ik anders niet. Nee. Maar ik, ja, dat plan ik. Wat je dan van, ook wel weer deelt jaar overigens. Hè? Want de laatste maanden inderdaad, was als ik je op Twitter tegenkwam, dan had je was je aan het schrijven. En was je heb ook begin dit jaar bij mijn Twitter profiel gezet dat ik Calimero Marketing 3.0 aan het schrijven was. Ja, dat mijn tweets enigszins beïnvloedde. Ja. Om het zo maar te zeggen. Ja. Hoe balanceer jij? Hoe zorg jij voor de juiste balans tussen het boek en de relatie en het andere werk en het whatever? Dat is ook waarom ik geen behoefte heb aan massages. Ik kan ongelooflijk goed heel vaak mijn werk gewoon laten vallen. Om er lol in te houden. Ik wissel heel hoe sterk af. Hoe ontspan jij? Daar hebben we de tuin voor. Oh ja, echt waar? Ja, zie je niet de kleur? Ja, heb jij groene vingers? Ja, enorm. Oh, dat vind ik zo irritante bezigheid. Ja, maar ja, goed. Ik heb mijn hele tuin onderhoudsvrij gemaakt. Dat is echt, jij kan echt ontspannen in de tuin, lekker voeten in de aarde. Ja. Ik ben de kleindochter van de smid en de kleindochter van een boer. Oké. Okay. En ik ben opgegroeid met een moestuin. Ik had een paar jaar geleden had ik een boom gekocht en toen vroeg mijn vader, wat voor boom is dat? En toen zei ik een tamme kastanje. Hij zei, ja, kom ook al niet in denken dat jij iets in je tuin zette waar je niet van kon eten. Echt waar? Ja, ik ben van de bessen en de bramen en de druiven en de rucola en de... Dus daar zit de ontspanning in. En ik golf. En ik ga vaak op vakantie. Golfen schijnt goed. Is dat nou goed voor netwerk of niet? Dat weet ik niet. Want, doe jij het om te netwerken of omdat je het gewoon leuk vindt? Ik doe het zelden om te netwerken. Toevallig is er volgende week op de club een zakelijk toernooi waarvan ik dacht van, goh, laat ik eens meedoen. Heb je een handicap? Leuk. Ja, ik heb een handicap, maar hij is nog steeds heel hoog. Want ik heb ook een handicap aan mijn linkerpink die binnenkort geopereerd wordt. Oh, maar wat heeft een handicap dan? 32. Is dat goed? Nee, dat is niet goed. Oh, okay. Nee. Ik ben 3 jaar geleden gaan golven en ik heb nooit serieus kunnen golven. Omdat ik al 3 jaar last van mijn linkerpink heb. Een triggervinger. Maar wordt die komt goed? Ja, dan gaan ze iets insnijden en dan is het goed. Plan, balanceer, evalueer. Doe je dat goed? Evalueren? Ik denk het wel. Ik kijk wat wel is het belang van evalueren voor ondernemerschap? Dat heel veel ondernemers ongelooflijk bezig zijn met alleen maar doorgaan. Ja, ja. En voor mij, heel veel ondernemers laten het beoordelen van hun ondernemerschap en de kwaliteit van hun ondernemerschap na afloop van het jaar aan een boekhouder of een accountant over. Ja, ja, ja. Maar voor mij gaat ondernemen niet... Het gaat voor een stukje over het geld wat je ermee verdient. Maar het gaat over veel meer dan alleen het geld wat er onderaan de streep overblijft. Het gaat erover wat jij met je leven doet. Want er zijn heel veel ondernemers die op een gegeven moment zijn ze er niet meer. Ja. En dan hebben ze zich helemaal doodgewerkt. Ja. En gewoon af en toe afstand nemen en kijken van oké, wat had ik nou gepland het afgelopen jaar? Wat was ik van plan om te gaan doen?
En dan kijken we, en wat heeft nou veel opgeleverd? Er zijn ook heel veel ondernemers die gewoon niet weten waar ze nou eigenlijk hun geld mee verdienen. Ja, en ik weet heel goed waar ik mijn geld mee verdien. Ja? Dus ik weet ook heel goed waar ik mijn inspanningen dan... Verdien weet je met zo'n boek eigenlijk? Het ligt eraan hoeveel je er verkoopt, hè? Maar je krijgt maar een heel klein percentage waarschijnlijk, of niet? Ben je inmiddels een succesvolle auteur dat je fatsoenlijk wordt betaald? Ik krijg een... Je zit nu na te denken, wat zeg ik wel, wat zeg ik niet? Nee. Oh nee, daar zit ik helemaal niet over na te denken. Het percentage ga ik niet noemen, want dat is niet relevant. Oh. Nee, ik ben begonnen als uitgever, tijdschriftuitgever. Heb ik mijn eerste boeken zelf uitgegeven. Toen ben ik naar een uitgever gestapt. Scriptum, managementboeken uitgeven onder andere. En heb ik de royalty deal gehad. Ja. Maar dat is een uitgever die heel erg goed is voor kleine, voor hun auteurs. En die heel erg meedenkt. En daarna ben ik ze weer zelf uit gaan geven. En heb ik ook een scheurkalender voor ondernemers een aantal jaar gemaakt. Dus dan praat je niet over royaltyverhalen. En nu heb ik weer een... laten we het er maar op houden dat ik een goede royalty deal heb. Maar dat een auteur per boek niet zoveel verdient. Maar ik denk dat het, als je al bestsellers geschreven hebt, dat het in deze tijd... waarin het niet zo makkelijk meer is om in de boekwinkel te komen, waarin het niet zo makkelijk meer is om overal binnen te komen, geloof ik heel erg in de combinatie van de kleine ondernemer die met het iets grotere bedrijf samenwerkt, of kleine ondernemer die met het groot bedrijf samenwerkt, zodat je elkaar kunt aanvullen en samen meer kunt verkopen of samen beter kunt scoren. Dus er zit een hele bewuste keus om weer met een uitgever te gaan werken. Ja. Als we gaan de laatste floreren, op een schaal van 1 naar 10, hoe hard floreer jij dan nu? Ik heb net even een paar maanden niet zo heel veel geld verdiend. dus je moet weer aan de bak. Ja, nou ja, ik ben Want er wel even, even, even afsluitend, de ondernemer Karen Romme verdient geld met boeken. Wat nog meer? Veel podia? Met spreek. Ja. Ik zit dan op podia. Hè. Ja, ieder zijn eigen stijl. Als word ik zo zenuwachtig, ga ik heen en weer lopen. Ooit die rust nog eens vindt op een podium, maar jij is een barkruk. Ja, echt geniaal. En nog meer inkomstenbronnen? Ik ben met een nieuw project bezig. Ja, ik doe nog wat andere adviesdingen hier en daar. Ja. Ik zit ook onder andere in de Raad van Advies van Start Foundation. Dat vind ik een van de mooiste organisaties die er is. Een sociaal investeerder. Oké. Daar zouden we ook een uur over kunnen praten. Ja, maar dan moet je iemand anders een keer laten komen. Ja, nou, dat gaan we dan doen. Ik wens jou heel veel succes met alle dingen die je doet. En ik raad iedereen aan om dit ding. Klein is het nieuwe groot, hè? Zullen we zeggen. Toch? Karen Wat mij betreft wel. Dankjewel. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering van Profile. Kijk voor alle afleveringen op 7digits.tv. Download de app, handig voor onderweg, voor in de auto of in de trein. Dankjewel voor het kijken. Hoi.